Hallo, leuk dat je er weer bent. Deze keer heb ik dit kaartje gemaakt. Dit is een, op zijn Engels een flower pot fold card. Dus een bloempotkaart. Er zit een tag in, daar zitten de bloemetjes aan vast. Ik heb gekozen voor de tekst een klein gebaar, een steuntje in de rug. Weet dat ik er voor je ben in deze moeilijke tijd. Nou, je maakt dus eerst de basis en dan maak je er een tag voor, die er aan de bovenkant dus een stukje uitsteekt. En die ga je dan decoreren alsof het bloemetjes in een pot zijn. Nou, ik vond dit hartstikke leuk. Ik vond hem ook heel leuk om te maken. Hij past alleen niet in een envelop, daar is hij te hoog voor. Dus dit is een kaartje waar je of zelf een envelop voor moet maken, of je geeft hem gewoon direct aan. Degene waar je hem voor in elkaar geknutseld hebt. Nou, ik ga je laten zien hoe ik dit gemaakt heb. Ik ga eventjes mijn speakbriefje daar ook bij leggen. Want dat ben ik vergeten natuurlijk om klaar te leggen. Dit was in eerste instantie een kaartje in inch. Ik heb dat omgerekend naar centimeters. Je snijdt een stukje op maat van 10,5 keer 28 centimeter. Vervolgens ril je dit op 5 centimeter en op 16,5 centimeter. Waarbij je dus de twee gelijke stukken, die vouw je tegen elkaar aan. En het flapje van 5 centimeter, die vouw je dan vervolgens naar voren. Nou, heb ik ook al een randje hierin gemaakt. Dat heb ik hier bij de originele kaart heb ik dat ook. Hier heb ik het met een stansje gedaan. Dit stansje is uit de Ornate Border Dies van de Siertuin Suite. En dit is een schulprandje. Dat heb ik eventjes gauw met een karteltjeschaar gedaan. Want ik dacht, ik wil hem wel anders dan de vorige kaart. Dus vandaar. Nou, als je je kaart gerild hebt, ik vouw hem altijd eventjes met mijn vouwbeen, verstevig ik de vouw, dat hij een wat scherpere vouw krijgt en daarmee dus ook wat beter dicht blijft zitten. Net als hier de voorkant. Zo. Nou, wat heb ik nou gedaan? Kijk, ik heb hier aan de onderkant, hij loopt een beetje zo schuin af als een echte bloempot. Dus ik heb dat afgetekend met potlood. Dat heb ik aan de voorkant gedaan. Hier doe je straks een stukje designpapier overheen. Dus als je dan een beetje van je potloodstreepje ziet, dat is dan niet erg. Ik heb een streepje gezet op 1 centimeter aan allebei de kanten. En dan trek je hem door hier zo naar het hoekje toe, dus van het stuk tot aan de ril. Nou, dat vind ik altijd het makkelijkst met de achterkant van mijn liniaal. Zo. En ik vind het ook het makkelijkst om het van binnen naar buiten te doen. Dus te zorgen dat de liniaal zeg maar aan de binnenkant ligt. En dat ik het streepje dan aan de buitenkant zet. Zo. Nou, dan heb je hem afgetekend. Dan ga ik hem even knippen. Daarvoor heb ik een hele fijne schaar. Bedenk je wel dat je dus door twee laagjes heen knipt. Dus dat je die ook even goed op elkaar houdt. En dan knip ik gewoon langs deze rand. Knip ik hem weg. En vanaf hier, ja, ik vind het makkelijkst om. Ik vind dit nooit zo handig knippen. Omdat ik ben rechtshandig. De meeste linkshandigen die zullen deze kant wel makkelijk vinden en dan die kant weer niet. Dus bij deze begin ik aan deze kant. Nou, dus ook dan de twee helften goed op elkaar houden. Dat je hem wel goed knipt. Nou, zoals je ziet zie je hier nog dat potloodrandje. Maar goed, dat is straks niet meer te zien. Ik heb een stukje designpapier. En dit stukje designpapier snij je op 11 centimeter bij 12 centimeter. Dat is net ietsjes groter dan je bloempotje.
En ja, ik vind ook hier, ja, je krijgt gewoon het mooiste resultaat als je hem straks op maat knipt, nadat je hem hebt opgeplakt. Ik doe dat met terntape. Want ook dit, ja, het is maar net, hè, je hoeft maar net de schaar ietsjes anders vast te houden. Of ja, hem net ietsjes meer een bepaalde kant op te richten. Ja, en dan heb je dus al gewoon dat je een stukje kleiner of groter knipt dan je oorspronkelijke afgetekende lijn. Dus daarom is het gewoon makkelijker om hem later op maat te knippen. Ja, en zoals jullie, al meerdere van mijn filmpjes gezien hebben, dat vind ik sowieso wel fijn om te doen. Dus dat doe ik ook veel vaker. Dat ik hem net iets groter knip dan het project en dat je hem dan op maat kan knippen. Nou, even alle beschermlaagjes eraf. Dan was ik een beetje te wild. Ik weet niet of jullie dit geluid nou horen. Maar dat is de kat die net heeft geplast op de wc. En die staat nou de wc-bril in de pot te graven. Ze was al vanaf dat ze kitten was bezeten door de wc. Dat vond ze echt wel zo geweldig. Ja, en na een tijdje begon ik plasjes te vinden in de wc. En ja, nou ja, die kat die gaat dus op de wc. Even kijken, dat is te klein. Ik had hem zo bedacht. Nou, dan plak ik deze op. En ik had dit papiertje, die vond ik nog ergens. Die is net iets kleiner dan de afmetingen die ik jullie net heb verteld. Maar hij past wel precies. Zo. Nou, dan is die nou dus te groot. Dus ik ga hem op maat knippen. Gewoon langs het kartstok op. Het is best wel ja, wat dikker kartstok. Dus dat is best wel een goede geleider, zeg maar, voor je schaar. Als je hem niet te ver open doet. En hier ook. Zo. Dan zie ik hier nog een randje. Eraf. Nou, dan gaat hij dicht voor de onderkant. Nou, ik vind het mooi. Kijk, dan is dit de voorkant. Dan plakken we dit flapje. Gaan we nu hier op plakken. Dat doe ik ook met een beetje terrentape. Ik vind het mooiste als die aan de bovenkant goed geplakt zit. Of eigenlijk, ja, dus op het moment dat je hem omvouwt, is dat hier de onderkant. Dus dat hij daar mooi stevig aan zit. En ik doe voor de zekerheid ook hier aan de onderkant nog een stukje. Nou, dan is het even aandrukken. Was ik weer een beetje te wild. Zo. Rustig te aftrekken. En dan is het vanaf de vouwlijn naar beneden toe vastmaken. Nou, kijk, dan zijn we al een heel eind. Nou begint het echt te lijken op een bloempot. Nou plakken we hem ook aan de binnenkant vast. De tag die we zo maken, die erin zit, die is natuurlijk niet breder dan de onderkant. Dus we doen hier alleen aan de bovenkant een stukje terrentape om dit vast te maken. Ik zou zeggen, ga niet voorbij je rand van je bloempot. Zo. Ook hier eventjes het beschermlaagje weer vanaf. En ook hier vanaf de vouw naar beneden dichtstrijken. Nou, kijk, dan is deel 1 is al klaar. Wat ik altijd wel makkelijk vind is om er even een keer met mijn boomfolder in te gaan. Want hij is nu best wel strak. Dus gewoon om een beetje ruimte te creëren zometeen voor de pocket. Zo. Nou, dan heb ik ook alvast de tag die erin gaat, heb ik voorbereid. Deze die heeft een afmeting
van 8 keer 15 centimeter. En het stukje wat daar bovenop komt van 7,5 keer 14,5 centimeter. Dat is dus ook weer een halve centimeter kleiner. Nou ja, het is gewoon leuk dat je dan het randje van je gekleurde kartstok nog ziet. En je hebt daarnaast ook nog genoeg ruimte om daar wat leuks op te stempelen. Nou, die plakken we hier op. Even zien de ruimte aan de zijkanten. Evenveel als de ruimte aan de bovenkant. Oh, ik zie het al. Deze is, het witte stukje is een centimeter kleiner. Volgens mij had ik, anders moest ik een nieuw velletje A4, wit A4 papier aanbreken. En dat vond ik zonde. Dus daarom is deze een centimeter kleiner. Dus een halve centimeter rondom. Dus dan, als je dit mooier vindt, dan snij je dus je zwarte basis, of welke kleur je daar ook voor kiest, op 8 centimeter keer 15 centimeter. En voor dit stukje dan 7 keer 14 centimeter kleiner. Nou, ik heb er een gaatje in gemaakt. Dat meet ik altijd eventjes uit. Dan is deze is 8 centimeter. Dus dan is het midden is dan 4 centimeter. Dus dan zet ik, even zien hoor. Oh nee, dat hoeft bij deze natuurlijk helemaal niet, want hier komen je bloemetjes op. Nou ja, mocht je er een touwtje aan willen maken, dan kun je dit dus doen en een gaatje in pons en daar alvast een touwtje in doen. Maar ik heb het bij het origineel heb ik het niet gedaan. Nou, in deze pocket, deze gaat zo in de pocket. Die schuift mooi naar beneden. En hij heeft aan de bovenkant dus voldoende ruimte dat hij niet aan je ter en tape plakrandje komt te zitten. Nou ja, en dan is het dus, dan ga je dit dus versieren, zoals ik bij deze kaart heb gedaan. Ik heb hier uit de Floral Essence heb ik hier bloemetjes uitgeponst. Het is dus één bloemetje met drie blaadjes. Die heb ik gestempeld met Rich Wrestleberry. Heb ik hem beïnkt, gestempeld. Dan heb je dus de donkere. En zonder hem opnieuw te beïnkten heb ik hem nog een keer gestempeld. Dan krijg je dus die wat lichtere kleur. En nou ja, zo heb ik dat voor alle bloemetjes gedaan. En voor de blaadjes net zo. Ik heb deze blaadjes gestempeld in Perpizas. En deze donkere blaadjes, dat is dus je inkt op je stempel en dan stempelen. En deze lichte kleur is hem daarna dus nog een keer stempelen, zonder hem eerst te beïnkten. Nou, ik heb een tekstje gestempeld, een klein gebaar. Die komt uit de set speciaal voor jou. Dit was een celebration set. Een klein gebaar. En dan een steuntje in de rug. Nou ja, de tekst was als een steuntje in de rug. Maar voor de Classic Label Punch past een steuntje in de rug precies. En dan heb ik ook weet dat ik er voor je ben in deze moeilijke tijd. Die komt dan weer uit deze stempelset die ik in mijn vorige filmpje ook gebruikte. Voor de accordeonkaart. Weet dat ik er voor je ben in deze moeilijke tijd. Nou, het is een heel toepasselijk kaartje voor de coronatijd waar we nu in zitten. En ik vind het ook geweldig voor de lente. Nou ja, en dan is het, als je je kaartje gaat decoreren, ik vind het dus het makkelijkst om die pocket, om de tag in de pocket te steken. En hem dan te gaan decoreren, dan weet je precies waar je rand zit. Let er dus wel op dat je het niet op de rand van je bloempot plakt, maar echt op die tag. Nou ja, en dan, als je het leuk vindt, kun je dus aan de binnenkant nog een centimeter stempelen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Je zou ervoor kunnen kiezen om ook de achterkant, om daar nog een witte mat op te maken. Zodat je daar bijvoorbeeld je berichtje aan iemand kan schrijven als je het zonde vindt om dat dan aan deze kant te doen. Ja, en zo maak je dus een flowerpot of een bloempot vol kaart. Ik hoop dat ik je weer wat inspiratie heb gegeven. En alle gebruikte materialen staan onderin het filmpje als je daar nieuwsgierig naar bent.